Nieuws. Aangeschoven Geert-Jan Roebers. Kinderboekenschrijver, maar ook, las ik, stand-up bioloog. Oh. Hoe zit dat? Ja, dat nou, las ik op je eigen site. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, ik ben non-fictie kinderboekenschrijver. Dus non-fictie, dat gaat over de werkelijkheid. Maar, en ik ben bioloog van opleiding. En ik schrijf over allemaal biologische onderwerpen. En voor kinderen. Voor kinderen, dus ja. Dus dat is vaak over dieren. Maar overigens binnenkort over planten. Om die even sexy te maken als dieren. Oeh, ga je dan heel erg de andere kant op? De hele andere kant op. Het is allemaal natuur. Maar bijvoorbeeld ook boekjes, educatieve boekjes. Oh ja, daar maakte ik vroeger altijd mijn spreekbeurten mee. Ja, dit is wel een hit nu natuurlijk. Hè? Ja. Onmisbaar. Over virussen. Ja. Grappig. En jij schrijft dus voor kinderen. Ja. En als ik dat dan combineer met stand-up bioloog, dan denk ik, vertel jij in de klas ook over biologie? Ja, want het is de reden dat ik hier zit is de corona, hè? De crisis. Ja. En het idee dat heel veel mensen hebben bij schrijvers, en grotendeels is dat ook waar, dat die in een vrijwillige lockdown altijd al zitten. Eigenlijk altijd al. En misschien zelfs van nou lekker rustig nu en je kan lekker doorschrijven. Nou, voor een deel klopt dat. Maar als je het gaat kijken naar inkomsten, dan zijn er eigenlijk drie inkomstenbronnen voor mensen. Nou, hou het maar even bij kinderboekenschrijvers. Dat is de royalties van je boeken. En dat is leuk. En vooral als je een bestseller hebt, kan je daarvan leven. Maar dat is maar een handvol in Nederland die dat echt van kan leven. Ja. Dat is leenrecht. Als je nog tijd hebt straks, zou ik daar nog wel iets over kunnen zeggen. Ja, want daar is ook net niet pas open. Ja, maar er zit nog wel ook wat mee mis. Maar ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Dat zou ik nog wel kunnen vertellen. Maar een van de belangrijkste dingen is ook het bezoeken van scholen. Dus schrijvers bezoeken. Nou, dat is enerzijds belangrijk, niet zozeer om je eigen boeken te promoten, maar om het lezen te promoten. Ja. En nou, dat is wel pas in het nieuws geweest, ook vandaag een groot stuk in de Volkskrant, over het lezen van kinderen. Ja, wat erg achteruit gaat. Erg achteruit gaat. En daar voel jij betrokken bij? Daar voel ik me zeker betrokken bij. En dat is ook een belangrijke taak. En we hebben in Nederland de schrijverscentrale, gelukkig. Ben ik reuze dankbaar, want daar zijn duizend... Die organiseren dat, die hè? Organiseren die optredens van schrijvers. Op scholen, met name dan voor kinderboeken. En dan, dan heb je toch over 4500 bezoeken. Niet van mij, hoor. Nee, per jaar. Per jaar. Ja. En dat ligt allemaal stil? Dat ligt allemaal stil. Ja. En ik heb even geïnformeerd, en het is sowieso nu al 480... bezoeken die afgezegd zijn nu. En dat het vooruitzicht is dat veel minder is. En dat worden. Is eigenlijk ook niet online omgezet natuurlijk. Op een gegeven moment vrij snel hebben die scholen dat opgepakt om online les. Het wordt maar nu dit geprobeerd. Soort... Dus schrijfcentrale is heel actief met proberen om wat alternatieven op te zetten. En schrijven op scherm en zo. Doe maar je dan dat? Heb je het over... ik heb het zelf nog niet gedaan, maar dat is nu een experimentele stadium. Maar dan heb je toch de meeste scholen die... pakken dat nog niet echt op. Dus dan heb je het 10% of zo van... tenminste, de verwachte inkomstenderving is toch wel 50% van die scholenbezoeken. Ja, dus kinderen worden niet echt actief meer gestimuleerd om te lezen. Nee. Dus het moet natuurlijk van de ouders eigenlijk komen. En met name kinderen die het niet van huis uit meekrijgen. En in dat onderzoek wat pas gepresenteerd is toch dat, ik geloof, een kwart van de 15-jarigen is... zou je laaggeletterd kunnen noemen in Nederland. Nou... Dat is wel dramatisch. Dat is wel dramatisch. Ja, en ik merk zelf met de scholen bezoeken. Ik doe er een stuk of 20 scholen per jaar bezoek ik. Dus dat is voor mij nog klein. Dus ik spreek met name ook namens degene die dat nog veel meer doen. En die zitten meer in de fictiehoek. Ja. En ik probeer de non-fictie dan ook te promoten daar. Ja, want en het vak biologie. Vak biologie. Want heel veel kinderen die denken van ik hou niet van boeken. En dan probeer ik van nou maar probeer eens een non-fictieboek. Want dat zijn vaak kleine stukjes. En, ja, klopt. Mijn zoon wilde altijd alleen maar non-fictie boeken van dieren. En dat is ook een boek. En dan leer je ook het leesplezier. Krijg je daar ook mee ingegoten. Dus dat is mijn doel. Maar die optredens op scholen, die doe jij helemaal niet nu? Nu niet, nee. En sterker nog, ik heb zelfs al afzeggingen voor de Kinderboekenweek. En dat is dat is maart. In oktober. Ja, oktober is de Kinderboekenweek natuurlijk. De grote Mensenboekenweek is in maart. Ja, dus al voor, er waren echt al boekingen. En dit was dan bij een museum. Ja, ik denk heel terecht dat die zeggen... we hebben geen inkomsten gehad. En
We kunnen het niet maken om kosten te maken. Dus dit schrappen we op voorhand al, mm-hmm. hoe het ook loopt met de crisis. Goh, dus maar je zou zeggen, die scholen gaan weer open. Hè? De middelbare scholen vandaag. De basisschoolkinderen zijn altijd naar school, maar dan deels. En vanaf 8 juni volgende week weer helemaal. Je zou zeggen, doe dan ook weer... Gooi me weer open, ja, we zullen kijken hoe het werkt. Nou ja, bij deze een oproep hè, aan de scholen. Maar jullie zijn dus nog niet benaderd. Dat soort dingen komt dus nog niet op gang. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Jij bent niet gebeld. Ik ben zelf niet gebeld, maar ik krijg het via de schrijverscentrale. Ja, ik weet niet precies. Nee, ik krijg de indruk van niet dat dat loskomt. En ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want ja, het is nu alle zeilen bijzetten op die scholen om het te organiseren. En het wordt vaak wel als een extraatje gezien. En ze hebben het vaak al gecanceld. En dan gaan ze niet meer zeggen, ja, maar laten we het alsnog doen. Ja. Ja. Misschien kunnen we hier toch... Het is een beetje laat op de avond voor de doelgroep, denk ik. Ik vermoed dat ze al op één oor liggen. Dat hoop ik althans, de basisschoolkinderen. Maar desalniettemin ben ik benieuwd naar je werk. Wil je een stukje voor ons voorlezen? Ik wil, ja. Ik zal niet over virussen voorlezen. Nee, iets gezelligers. Dat heb ik al gehoord. Dit is het laatste boek wat ik heb geschreven. Dat is De Grondel en de Garnaal. Ja. Tussen mijn uitgever Schotmer. En dat gaat over vriendschappen in het dierenrijk. En vond ik sowieso wel een mooi thema. Op waarheid gebaseerd? Alles op waarheid gebaseerd. Dat Kijk is de non-fictie. Ik ben benieuwd. En ik dacht, ik ga ook maar de grondel en de garnaal dan voorlezen. Want ik weet niet of jij weet wat een grondel is. Nee, ik weet niet wat een grondel is eigenlijk. Ik denk, dat komt vanzelf. Ja. Als het te lang duurt, moet je maar even onderbreken. Maar laten we even kijken. Het is één pagina. Oké. Ja, doe je de eerste drie alinea's. Ja, dan weet je, dan, maar als je de clue wil weten, dan moet je het kopen. Ja, He? Hele goeie. Of lenen van de bibliotheek. De kijker en de graver. Stel, je bent een vis. Niet zo'n grote met een bek vol tanden, maar een klein weerloos visje. Een grondel bijvoorbeeld. Formaat hapslik weg. Dan wil je een veilig plekje hebben om je te verstoppen. Het is wel weer een voordeel dat je klein bent, want dan heb je aan een klein kiertje of holletje genoeg. Bij een koraalrif barst het van de kieren en holen. Voor grondels is het een paradijs en er zitten er dan ook veel. Ze zitten met hun staart in een holletje en hun dikke kop met bolle ogen steekt eruit. Komt er een nog kleiner zeebeestje voorbij, dan schiet de grondel naar voren en hapt het op. En dan snel weer terug natuurlijk, voor hij zelf wordt opgehapt. Maar wat nu als je als grondel op een zandbodem woont? Dan heb je pech. Of je moet een holletje graven, maar dat is nou net iets wat grondels niet kunnen. Toch bestaat er een grondelsoort die wel in een holletje in de zandbodem woont. Met een huisgenoot. De grondel heeft namelijk vriendschap gesloten met een goede graver, een garnaal. Die graaft een prachtig holletje, groot genoeg voor twee. En zorgt voor het onderhoud. Daar heeft hij een dagtaak aan. Buitenshuis speelt de garnaal weinig klaar. Hij is namelijk blind. Graven op de tast gaat prima, maar in zijn eentje over de zeebodem wandelen zou hij niet overleven. Gelukkig heeft hij zijn vriend. Als hij naar buiten gaat om algen te knabbelen, gaat hij met hem mee. De grondel kijkt dan extra goed uit zijn bolle ogen. Vertrouwt hij het niet, dan wappert hij met zijn staart. En vrienden begrijpen elkaar blind. Dus samen schieten ze dan weer hun veilige holletje in. Misschien bespreken ze daar wel hun spannende avontuur of tappen ze wat moppen, je weet het niet. Wat je wel weet, is dat ze blij met elkaar zijn, die twee. Een soort buurman en buurman. Wat leuk. Ik zie het helemaal voor me. Ja, en het is ik ook echt. Ik heb meteen een beeld bij de grondel. Dank je wel. Je mag je handtekening zetten. En hoeveel tellen we erbij op? Als je de kinderboekenschrijvers neemt die bij de schrijverscentrale zijn aangesloten, zijn het er 1000. Als je de schrijvers neemt, ik weet niet of er al andere auteurs zijn geweest, dan zijn het er 4500. Die komen nog. We doen 1000. Dank je wel. Dank voor je komst. Nou, dank. En graag je handtekening op het bord. Geert-Jan Broebers. Ja, nou, dat zal wel goed komen. Okay. Heel leuk, dankjewel. Ja.